Het Financiële Dagblad is een krant die al sinds 1796 bestaat. De redactie van de krant is gevestigd op het Bernhardplein in Amsterdam. Laten we eens even gaan kijken hoe het er daarbinnen aan toe gaat. Jan Bonjer, ik ben hoofdredacteur van het Financiële Dagblad sinds 1 januari van 2012. En dat is een erg leuke baan. Hoofdredacteur denkt over de toekomst en over het heden. En we zitten natuurlijk in een heel dynamisch medialandschap. Dat geldt ook voor het Financiële Dagblad. Dus ik denk er met velen in dit bedrijf over van hoe de media zich ontwikkelen. Hoe we onze lezers en onze bezoekers goed kunnen bedienen met financieel-economisch nieuws. Maar hoe wordt zo'n krant nu eigenlijk gemaakt? Het heden is natuurlijk eigenlijk dat het allemaal aan één stuk doorgaat. Hè? Dus ook in de nachtelijke uren als wij lekker liggen te slapen, dan wordt er vanuit China wordt er gewerkt aan het actualiseren van onze site. Dus een nieuw modern mediabedrijf is bijna een vol continu bedrijf. En we kijken voortdurend bij de onderwerpen op welke platforms we die neerzetten. Dus je kunt niet zeggen dat het alleen nog maar de cyclus is van de krant. Hè? Dat ligt eigenlijk wel een beetje achter ons. Dus het is vooral de cyclus van de inhoud. En ja, en die cyclus die gaat het etmaal lang door en dat maakt het nog journalistieker, nog actueler, nog spannender. Er zijn momenteel 115 mensen werkzaam op de redactie. Maar wat voor mensen zijn dat? Er zijn goed opgeleide mensen op de redactie van het FD met hele verschillende achtergronden. En dat zijn dus niet uitsluitend bankiers, maar er werken hier ook historici, er werken taalkundigen. En het zijn allemaal mensen met een fascinatie voor het financieel-economische domein. En dat gaat dus over cijfers, maar het gaat ook heel erg over mensen. En meneer Bonjer, wat is er nou eigenlijk zo uniek aan het FD? Ik vind de sterkte van het FD dat we sterk zijn in de feiten, we zijn sterk in de duiding. Maar we zijn ook sterk in het duiden van de menselijke rol. Wie speelt er een rol? Waarom worden beslissingen zo genomen? Hoe kun je dat begrijpen? Hoe kun je dat volgen?